De demonstranten voor de deur werden vanmiddag ingehaald door de ontwikkelingen binnenskamers. Want daar begon de voorzichtige ontmanteling van het plan voor een tweede kerncentrale in Borselen. De grote voorvechter van het prestigeproject, Delta-topman Boerma, moet het veld ruimen. Hij wilde zijn vertrek niet toelichten, maar het heeft alles te maken met de problemen rond het plan om naast de bestaande kerncentrale een tweede te bouwen. De Raad van Commissarissen grijpt nu in. Die vindt het Zeeuwse bedrijf een paar maten te klein om een leidende rol te spelen in zo'n riskant miljardenproject. Dit project is voor Delta, SEC om alleen te trekken, vele malen te groot. Dus wij hebben behoefte en er is een noodzaak dat we een paar hele goede partners hebben om dit samen met ons te trekken. Dat leek het Franse energiebedrijf EDF te worden. Een jaar geleden bezegelden de twee directeuren hun voorgenomen samenwerking. Maar de Fransen zijn inmiddels afgehaakt. Als Delta binnen een half jaar geen andere partner vindt, dan is het einde verhaal en bouwt het Zeeuwse bedrijf geen tweede kerncentrale.